Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Vandaag heb ik een bijdrage over journalistiek. Ik begin met iets recht te zetten. Gisteren meldde ik 800 milliampère accu's die er maximaal in het kleine boxje konden, maar het moet zijn 8000 milliampère uur. Ja, verder moet ik nog de vorm verantwoorden die ik in deze uitzending gebruik. Als journalist hoor je overigens altijd te corrigeren als je een belangrijke fout maakt. Een van mijn eindredacteuren vroeger voor een tijdschrift, die zei altijd: je kunt in de tekst altijd corrigeren, maar hoe later in het proces je zit, hoe duurder dat wordt. Als je je tekst net hebt ingeleverd, is het zo aan te passen. Maar als de tijdschriften eenmaal bij de abonnee liggen op de mat of op de keukentafel, dan wordt het extreem duur om ze allemaal terug te halen. Zeker als het er niet 10.000 zijn of zo, maar 500.000. Dat was voor de tijd van de vele websites overigens. Op internet is het herstellen van een fout een stuk makkelijker. Het is echter niet goed als je om die reden nu minder precies zou zijn. Maar goed, over de uitzending en de journalistiek daarvan. Ik heb nog niet definitief gevonden of de vorm nu de journalistiek of opinie is die de boventoon gaat voeren. Maar het liefst wil ik toch een journalistiek product maken. Dus ik denk dat het vast wel grotendeels zal worden. De meeste van de bijdragen van afgelopen week waren journalistiek van aard. Die van gisteren, met name het deel over privacy, had sterke elementen van opinie. Dat hoor je er eigenlijk bij te zeggen en dat zal ik in het vervolg ook doen. Dat had ik gisteren eigenlijk ook moeten doen. Het is belangrijk om als uiting, dat wil zeggen als radio-uitzending, podcast of geschreven media, om als journalist verantwoording af te leggen over wat je doet en dit aan de lezers, luisteraars, kijkers, etc. te laten weten. Tijdschriften en kranten doen dit doorgaans door een redactiestatuut op te stellen. Je ziet dat ook wel bij landelijke televisieprogramma's. Daar wordt de doelstelling geschreven van de uiting. Kranten brengen bijvoorbeeld nieuws, maar kranten hebben ook een gezichtspunt vanuit waar ze de wereld bekijken. Daar moet je altijd duidelijk over zijn. Dat kan vanuit een bepaalde politieke hoek zijn. Je mag dat natuurlijk bij algemeen nieuws niet te sterk kleuren. Maar... ja, het is ontegenzeggelijk, je bent natuurlijk een mens en je bekijkt van iets vanuit een bepaalde hoek. Die kleuring mag overigens echt maar een heel klein beetje zijn. Er zijn ook uitingen waarbij dit minder van belang is, bijvoorbeeld bij doelgroep tijdschriften. Een tijdschrift is sowieso doorgaans niet actueel, omdat er bijvoorbeeld maar één keer per week of één keer per maand eentje verschijnt. Maar een doelgroep tijdschrift laat in tegenstelling tot een krant of een tijdschrift met nieuwsachtergronden ook een hoop meer weg. Een tijdschrift voor begrafenisondernemers zal bijvoorbeeld vooral berichten over actueel nieuws, als de prijs van marmer bijvoorbeeld omhoog gaat. Een tijdschrift voor zendamateurs, als de wetgeving voor zendamateurs verandert. Maar ander nieuws, dat zullen dat soort bladen laten liggen. En dat is ook zoals het eigenlijk moet. Ik heb gemerkt dat het bij best veel mensen een misvatting is dat een objectieve krant of een ander objectief nieuwsmedium alle nieuws zou moeten brengen. Sterker nog, het is niet eens mogelijk om alle nieuws te brengen. Daar is er gewoon te veel van. En dus moet je selecteren. De taak van een journalist is het om nieuws te selecteren dat voor de lezer, luisteraar belangrijk is. En daar ook niets weg te laten, maar alleen het belangrijke nieuws te brengen. Een kwestie kan te groot zijn om in dagelijks nieuws te behandelen, te groot, dat wil zeggen te ingewikkeld. Dat zijn dan items die niet in volledigheid gebracht worden. Het is niet zo dat die niet in het nieuws komen, maar voor een veel uitgebreidere uitleg met veel meer achtergrondinformatie moet je eerder zijn bij een blad of een programma met nieuwsachtergronden. Op televisie heb je nieuws, maar je hebt ook actualiteitenrubrieken. Een actualiteitenrubriek brengt ook nieuwsachtergronden en dat is niet het nieuws zelf. Er is iedere dag echter zoveel nieuws, je moet dat echt selecteren. Dat is bijvoorbeeld bij nieuws binnen Nederland zo, maar ook bij buitenlands nieuws. Als je in Assen woont, is een kwestie die in Assen speelt eigenlijk altijd relevant. Die moet je altijd brengen, tenzij het heel onbelangrijk is. Het 5-jarig werknemerschap van iemand is voor die persoon misschien een jubileum dat hij graag viert, maar het hoeft niet in de krant te komen. Iemand die 50 jaar bij een bedrijf werkt, is misschien iets voor een lokale pagina van een krant. Maar iemand die 70 jaar bij een bedrijf werkt, is bijzonder. Zeker als die persoon inmiddels 96 jaar oud is en nog steeds zware kratten sjouwt. Een groot ongeluk in Leeuwarden is voor iemand in Assen nog steeds nieuws. Een groot ongeluk in Manchester is het dat niet meer. Dat zijn dus dingen waar je als journalist op selecteert. Dat is een belangrijke taak, een verantwoordelijke taak. Mensen moeten er maar op vertrouwen dat dat goed gebeurt. En er zijn goede journalisten en niet goede journalisten, zoals in ieder vak ook. De laatste jaren is opinie belangrijker geworden dan nieuws. Ook onwaar nieuws komt gewoon in de krant. En dat is iets wat mij wel verdrietig maakt. Natuurlijk, opinie is wel degelijk belangrijk. Opinie in een krant is traditioneel
de mening van één van de redacteuren. En dat is die redacteur die zijn eigen mening ventileert, zonder dat de eindredacteur daar verantwoording voor neemt. Hierdoor kan die journalist vertellen wat hij op zijn hart heeft. En dat is wel degelijk belangrijk, met name als zo iemand een afwijkende mening heeft. Het nieuws echter, dus niet de opinie, hoort gewoon te kloppen. Daar zijn een hoop regels voor. Bovendien, je moet nooit nieuws uit één bron gebruiken. Bij voorkeur moet je meerdere bronnen raadplegen en daar dan je eigen conclusie over trekken. Dat zijn er bij voorkeur meer dan twee. Er zijn erbij wel weer uitzonderingen. Als er net iets gebeurd is, dan is er weinig over bekend. Mensen willen wel weten dat het gebeurd is en dat dien je dan ook te melden. En ja, soms dan worden worden er echt dingen bijgetrokken. Bijvoorbeeld iemand die een ooggetuigenverslag doet. Dat is één bron. Maar goed, als het kort na het gebeurde is, is dat helemaal oké. En het is in zo'n geval dus ook volledig oké als er geen tijd is om meerdere bronnen te raadplegen. Verder is er nog iets anders, dat is hoor en wederhoor. Als iemand interviewt in het kader van een nieuwsitem, dan hoor je in de meeste gevallen ook de andere kant van de zaak te belichten door iemand of een bedrijf waar dingen over beweerd worden in die quotes ook aan het woord te laten. Hoor en wederhoor heet dat. Het zou anders onredelijk zijn als je iemand met modder laat gooien naar iemand anders en die mag zichzelf niet verdedigen. Je moet iemand altijd de kans geven om dat te doen. Ik ben zelf iemand die probeert hier zeer netjes in te zijn, maar ook ik heb mijn beperkingen. Ik maak bijvoorbeeld deze dagelijkse uitzending het dagelijks. Dat betekent per definitie dat er weinig tijd voor is. Om die reden zal ik onvoldoende aan fact-checking kunnen doen. In gevallen dat ik twijfel zal ik altijd checken, maar ik kan er in voorkomende gevallen hierdoor wel eens naast zitten. Het is in ieder geval minder nauwkeurig dan dat ik bijvoorbeeld voor een tijdschrift zou doen. Dat is overigens een keuze. Het alternatief is 3 maal zoveel tijd aan iedere uitzending besteden, maar dan niet elke dag, maar 1 keer per 3 dagen iets maken dat kan worden uitgezonden. Ik vind dagelijks het leukst en dat werkt naast mijn andere werk ook het best. Maar ik die wel aan de luisteraars uit te leggen dat ik dat zo doe. Bij deze dus. Voor de uitzendingen van de afgelopen week heb ik overigens zo goed als niets opgezocht. Ik ken die onderwerpen zo goed dat ik dat ook zo kon schrijven. Ik schrijf de tekst voordat ik het uitspreek. Per uitzending van gemiddeld 5 minuten heb ik misschien 3 of 4 dingen opgezocht. Maar er zijn onderwerpen waar het veel moeilijker ligt en waar veel meer voor geresearched moet worden. In dat geval zal ik in de toekomst desnoods een keer een avond overslaan om meer tijd te hebben. Of ik maak een heel korte uitzending, zodat alles wat ik breng, dat ik dat ook kan verantwoorden. Wat ik nu verteld heb is een klein inkijkje in hoe ik werk. Ik doe behalve journalistiek werk ook nog een aantal andere dingen. Te veel eigenlijk om hier op te noemen. De meeste tijd werk ik als vertaler. Ik vertaal zeer veel verschillende dingen. Veel over techniek, smartphones, radioapparatuur, maar ook over bouwkunde en andere techniek. En ik vertaal geregeld handleidingen. Maar ik doe ook teksten over mode en cosmetica, waar ik vroeger heel veel vertaalwerk over gedaan heb. Ander werk wat ik doe is onder andere persfotografie, video's maken. Ik besteed 1/5 van mijn tijd aan productontwikkeling. Dat zijn elektronische apparaten. En in mijn vrije tijd maak ik af en toe meubels. En zoals duidelijk zal zijn, ik ben ook centamateur. Misschien leuk om te weten, ik kom uit de regio. Mijn grootvader van moeders kant was jachtopziener in het gebied waar vandaan Radio Theepot uitzendt. Opa van vaders kant was Fries, maar Paken en Beppe woonden in Assen. Die opa werkte lange tijd bij Agmesa, de melkfabriek daar. Ik ben zelf geboren in Assen. Jawel, aan de Steendijk, vlakbij de spoorlijn naar Rolde. En mijn eerste woorden sprak ik in het Drents. Dat is al lang geleden. Als ik het nu probeer, klinkt dat waarschijnlijk wat onwennig. Ik kom overigens oorspronkelijk uit Assende en ik heb mijn eerste woorden in Drents gesproken, maar ik ben lang uit de omgeving weg. En ik ben een beetje verleerd. Maar soms dan lukt het nog wel. Het gaat het beste als ik daar ben of als ik met familieleden spreek die ook Drents praten. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte-Nijveen op 918 kHz.